Goedemorgen. Jongens, het wordt een leuke dag. Het is nog niet zo heel mooi weer. Maar we gaan naar het Europa Park. En het Europa Park, dat is in... Doet mijn geluid uit? Ja. Dat is in Rust in Duitsland. En dat is een soort Disneyland Parijs, zeg maar. Maar dan op z'n Duits CQ Frans. Even de watertank dichtdraaien. Ik moet het water nog ingooien. Ik laat altijd na iedere trip het water eruit. En ik heb natuurlijk... Nou, wij hebben hier altijd wel een relatief nieuwe camper. Dus de tank is schoon. En we drinken ook het water uit de tank. Nou, als je DW erover spreekt, die doet dat dus absoluut niet. En ik doe het absoluut wel. Ik heb er nog nooit last van gehad. Dus ik drink gewoon het water uit de tank. En nog een ding, wat echt wel een dingetje is. Ik word er gewoon weemoedig van. Dit is de laatste trip met onze Hiemer BMC T600. En ik zou je zeggen, ik ga er natuurlijk nog een hele video over maken. Ik zou je zeggen, ik ga hem missen. Hoi. Lekker joh. Het is zo'n fijne camper gebleken. We hebben in totaal 40.000 kilometer gereden. Met twee campers. De eerste was natuurlijk... vol in corona. Toen konden we niet op reis. Dus hebben we maar 10.000 kilometer mee gereden. Maar met deze hebben we 30.000 kilometer gereden. En het is nu zaterdag. En volgende week vrijdag... Ja, moet die worden ingeleverd. Waar is mijn waterslang? Ligt aan de andere kant. Dus volgende week vrijdag moet die worden ingeleverd. En voor die tijd moet hij natuurlijk helemaal schoon zijn. Stickers moeten eraf. En dat gaan we volgende week donderdag doen. Want vrijdag, ja, dan is het zover. Oh, kijk eens, ik heb nog wat Tedford spulletjes. Een nieuwe voorraad. Maar ja, ik kan het er nu wel uitgooien. Ik heb het binnenkort toch weer nodig. Ik moet binnenkort toch alles eruit gooien. Dus ja. Anyway, even water tappen. Nou, wat ik altijd doe als ik water neem, dan zet ik de kraan open. Niet zo hard. En dan laat ik altijd de hele slang even doorspoelen. Ondanks dat ik hem wel over het algemeen zo droog mogelijk opruim, kan er natuurlijk toch wel wat in blijven zitten. En dat wordt dan oud water. En omdat ik het ook drink, zoals ik al zei, is het handig als dat er gewoon uit is. En nu is die wel leeg. En gaat die in de tank. En op dit moment kan ik hem wat harder zetten. Nou is het zo dat hier 180 liter water in zit. En als je nou een camper hebt die op 3500 kilo staat... Ja, dan is het niet echt een aanrader om te beginnen met 180 kilo water. Maar zoals de meeste van jullie wel weten, gelijk even het water uit de boiler door laten stromen. Maar als ik kan zeggen, zoals de meeste van jullie wel weten, hebben wij, nou dit komt straks wel goed. Hebben we dit, rijden wij op 4400 kilo. Ja, 4400 kilo, dat gaat makkelijk. We hebben met een volle tank zelfs nog water over. Dat kraantje wat ik net gebruikte, dat kun je ook zeg maar half openzetten. En dan hou je ongeveer 20 liter water over in de tank. Dat is altijd voldoende om even wat te drinken, het toilet door te spoelen, dat soort dingen. Maar wel onvoldoende om bijvoorbeeld te douchen. Gelijk ook even koud doorspoelen. Zo, komt wel goed. En nou wachten tot hij vol is. Laatste spulletjes erin. De drone gaat ook mee. Misschien kan ik hem nog even in de lucht laten.
voor de zekerheid toch ook nog maar even een jas meenemen. Je weet in deze tijd van het jaar maar nooit. Zo, paraplu bij ons. Het ziet eruit dat het mooi weer wordt. Dus ik verheug me er enorm op. En weet je wat ook leuk is? Mijn zoon met de caravan. Dus mijn zoon komt met onze caravan en mijn auto. En met mijn kleindochter. En daar gaan we ook lekker mee door het Europapark banjeren. Onwijs leuk. Verheug me erop. En we zijn klaar voor vertrek. Kijk, Noah zit er al. En Noah, flesje water mee. Even mijn sleuteltje unlocken. Dat kan ik natuurlijk ook doen als ik er zit, hè, maar dan vergeet ik het weer. Hoppatee. Nu even wachten op Ineke. Tot Ineke zit. En dan kunnen we gaan rijden. En de eerste stop is in de Ardennen. We kunnen natuurlijk ook over Duitsland rijden. Ardennen is iets langer rijden, maar dan komen we door Luxemburg. En het is toch wel lekker om daar nog even die goedkope diesel mee te pakken. Dus ik tik hem even in. Want zo gebruik ik ook dat MBUX systeem. Hè? Kijk, ik heb MBUX en ik kan van alles ermee. Maar als ik ga eventjes zo zetten, dan kunnen jullie het zien, denk ik. Kun je het zo zien? Even kijken hoor, ja. Dus nu kan ik naar camping. Officieel. Arlon, kijk, ik heb al eerder gezocht, zie je? Nou, die is op 276 kilometer, 3 uur en 27 minuten. Dus ongeveer op de helft. Want de rust waar we naartoe moeten morgen, dat ligt ongeveer hier. En dan start ik de motor. Gaat er van alles piepen, want de trede is nog uit. Sleutel in de aangegeven plaats. Is hij nou weer vergeten? Dat is soms ook wel een dingetje hoor. En dit ook. Dat is het trappetje wat uit is. Ik vind echt dat er te weinig bergruimte in het dashboard is. Zie, ik krijg altijd appels mee en allerlei spullen. En waar laat ik nou die sleutels? Hier? Nee, want daar komt mijn telefoon. Nou ja, in ieder geval, mijn route staat klaar. Kijk, nu heb je hem daar ook. En druk op starten. En dan kunnen we vertrekken. Dan leg ik die hier neer. Dan kan ik hier nog eindelijk het trappetje dicht doen. Hoppata. Dan kan ik hier nog de flitsmeister aanzetten. Ook nooit weg als we toch op de snelweg rijden. En dan gaan we terug naar Google Maps. En dan kunnen we elkaar op naar Arlon. Nou, we beginnen met regen, maar het zou volgens alle berichten wordt het in rust waar we naartoe gaan mooi weer. Dus dat zit mee, vind ik. Nou jongens, net in België en dan sta je alweer stil. Ze hebben het hier toch minder goed voor elkaar dan bij ons. Wel even een mooi moment om over ons Hiemertje te praten. Want hier zie je één van de absoluut positieve punten van het rijden met zo'n Mercedes. Zeg het maar alstublieft. Dat is dan weer een nadeel, want haar kan ik niet uitzetten. Wat wilt u doen? Nou, ik zou willen dat je je mond houdt. Wat zegt u? Stop. Dus ik kan de naam van het merk niet uitspreken, want dan begint er een dame te roepen. Ah, misschien kan je dat wel ergens uitzetten, maar heb ik me eigenlijk nog steeds niet zo in verdiept. Maar de zitpositie in deze wagen, voor mij,
Ik ben natuurlijk 1,92 meter, best een redelijk lange vent. En in een Fiat zit ik al heel snel tegen de rand van de voorruit aan te kijken. Daarnaast is die stoel van die Fiat zo geplaatst dat ik met mijn knie, zeg maar, klem zit tussen de console waar de versnellingspook in zit, de contactsleutel, die kan ik bijna aanraken, en de stuurconsole. En je ziet natuurlijk al dat als je... Wie wil je een bericht sturen? Ja, dan krijgen we Siri er ook nog tussendoor. Het is toch om gek van te worden? Wie wil je een bericht Hou sturen? Hou op, man! Stop! Oké, dan. Dus dan zit je met je knie, zeg maar, klem tussen het dashboard, de stuurconsole en de versnellingspook. Je kan je voorstellen dat als ik dan ooit een aanrijding zou krijgen, dan ben ik gegarandeerd mijn rechterknie kwijt. Nou, daar hoop je natuurlijk nooit op en dat wil je ook allemaal niet hebben, maar het zou kunnen gebeuren. Nou, hier heb ik gewoon ruimte rondom mijn benen heen, nou zeg maar 20 centimeter. Ik heb natuurlijk die gordel om, dus in principe zou ik dan niet bij de dashboard moeten kunnen komen. Die kans is in ieder geval een stuk kleiner. Dat is fijn. We hebben de nieuwe Fiat's tegenwoordig ook automatische zeg maar adaptive cruise control. Nou, daar maak ik op dit moment ook gebruik van, want ik doe helemaal niks met mijn gas of mijn rem en ik rij zo in de file mee. Dat vind ik ook super prettig. Trouwens, ook als ik door Duitsland rijd, dan zet ik hem gewoon op een vaste snelheid en daar is het vaak wat meer ruimte. Gewoon lekker op de rechte baan doorkachelen en ik sluit gewoon aan bij het verkeer en ik hoef me niet heel erg druk te maken over het remmen en het gas geven. Dan kun je wel zeggen dat dat niet zo actief autorijden is en dat klopt absoluut, maar ik ben natuurlijk gewoon aan het reizen en aan het verplaatsen en autorijden, dat was vroeger mijn hobby, maar tegenwoordig is het gewoon een noodzakelijk kwaad. Dus wat dat betreft, dat zijn super fijne opties. En daar rijd ik inmiddels alweer bijna 3 jaar mee rond. Nou, verder vind ik bijvoorbeeld dat Ambux, heel veel mensen klagen over de Mercedes navigatie. Dat je er geen afmetingen in kan zetten. Ja, ik begrijp dat wel, maar ik vind het toch een beetje gezocht. Eigenlijk heb je niet zo heel veel aan het instellen van afmetingen van je camper. In je navigatiesysteem, dat geldt ook voor caravans, want over het algemeen komt het wel goed. En in de gevallen dat het niet goed komt, kan het ook misgaan wanneer je het wel hebt ingesteld. Want die navigatiesystemen die zijn afhankelijk van de informatie die wordt verstuurd door overheden. Een afgesloten weg, een weg met een andere aanduiding, dat moet wel worden doorgegeven aan die mannen van die navigatiesystemen. Die moeten het vervolgens verwerken. En dan krijg je het pas een keertje aangeboden. Nou, als je dat dus niet up-to-date hebt, ja, dan rij je met het oude navigatiesysteem. Loop je nog steeds de kans dat je ergens tegenaan rijdt waar je dus niet doorheen kan. Dus ik ben meer voor zelfredzaamheid en gewoon opletten als voor die instellingen. Maar bij dat Ambux is het wel heel fijn dat er bijvoorbeeld Apple CarPlay op zit. Door dat Apple CarPlay kan ik die Google Maps hierop tonen en navigeren met Google Maps. Dat is wel super actueel. Veel actueler nog als de meeste navigatiesystemen die we zeg maar los hebben. De TomToms en andere van deze wereld. Ook al communiceren ze met satellieten en weet ik het allemaal niet. Dit is gewoon veel sneller. Google heeft dat echt goed voor elkaar. Verder zijn we nu in België, maar zometeen rijden we zeg maar buiten het bereik van de Nederlandse radiozenders. En kan ik gewoon op de radio Nederlandse zenders blijven luisteren. Natuurlijk heeft het zijn charme om onderweg op vakantie zeg maar de Franse zender op te pikken of de Duitse zender op te pikken. En een beetje je Franse of je Duitse taal bij te spijkeren of je Italiaanse taal. Vroeger deed ik dat zelfs met veel plezier en had ik... Draaide ik de hele weg muziek die ik dan draaide als ik op vakantie ging. Maar als je zoals wij doen heel veel reist, dan is het wel prettig dat je gewoon op de hoogte blijft van de dingen die in Nederland gebeuren. Het is tenslotte ook werk. En zit ik gewoon naar Radio 2 te luisteren in heel Europa. Dus vind ik ook erg prettig. Nou, voor de rest is die automaat is heel fijn. Wat ik aan deze camper, en dat is de Mercedes met de Himmelopbouw en het Mercedes, oh, ik heb het gezegd. Ik zei weer Mercedes. Als ik Mercedes zeg, dan begint hij te piepen, behalve als je het wil. Verder is deze camper is voorzien van een SLC chassis.
Dat is een super light chassis, noemt hij maar dat. En dat is heel stijf gemaakt door composietmaterialen en langsliggers. Is ontwikkeld met Alco samen. En dat chassis, dat is echt heel prettig. De camper is stijf. De camper rijdt echt als een personenauto. Dat heb ik nog nooit in geen enkele andere camper gehad. En dit is mijn... Dit type is mijn vijfde camper. Dit is de zesde camper, maar de vorige was natuurlijk hetzelfde. Dus dit is de zesde camper waar ik in rijd. Dit zijn de eerste campers die ik op Mercedes rijd. De eerste campers met SLC-chassis. Maar zelfs toen wij op de beurs in Utrecht voor het eerst een rondje met deze camper gingen rijden, toen ze pas waren geïntroduceerd, merkte je gelijk in de stad al dat dat echt reed als een personenauto. Kwam ook door die automaat. Maar die automaat heeft Fiat inmiddels ook. Soepel schakelend, soepel rijdend. Dat is echt een super auto om mee onderweg te zijn. Maar goed, de volgende camper rijdt ook op een Mercedes. Zelfde type. Zeg het maar alsjeblieft. Ik leer het nooit. De volgende camper is dus ook... Nee, ik wil niks. Stop. Ik ben blij dat mijn vrouw geen Mercedes heet. Hey Mercedes. Zeg het maar alsjeblieft. Oké. Maar de volgende camper, die heeft dus ook zo'n onderstel, maar dan met een gewoon Alco chassis. Dus daar zou ik met hetzelfde comfort mee moeten kunnen rijden. Dat gaan we later beleven. Door naar Arlon. Hier verandert ook gewoon echt nooit wat, behalve dan, voor de meeste Nederlanders wel bekend, er is hier geen restaurantje meer. Dus geen biefstukken. Dan geloof ik niet dat die meneer op die scooter, mag het misschien niet zeggen, die maakt ze denk ik nog wel. Het is hier wel verschrikkelijk scheef. Kijken of we hem recht krijgen. Dit is nog wel even de vraag. Verder gaat hij niet, denk ik. Hij zou nog hoger moeten kunnen. Kijk nou wie we daar hebben. Knuffelen met opa, hè. Kijk eens, zijn we samen op de film. Zeg eens dag tegen al die mensen. Dag. Zeg maar, ik ben Fenna. Ik ben Fenna, Fenna kus. Zie je? Ondertussen is die camper ook op zijn plek. Kijk eens.
Hij staat. Ga ik even de rest van de familie gedag zeggen. Nou, dan gaan we gelijk maar even de grote vraag beantwoorden. Kun je hier in Arlon ook Starlink aan de gang krijgen? Het zal mij benieuwen. Gaan we eens even kijken of we hem aan de gang kunnen krijgen. Hij is aan het opstarten. En als het goed is, moet ik hier wel redelijk zicht krijgen. Daar komt hij. Nu ben ik verbonden met de wifi van Starlink. Dan ga ik eens kijken of ik die... Even een beetje pielen hoor. Dat doet hem niet. Hij is online, zegt hij. Ik ben benieuwd, want ik heb helemaal niks veranderd. Dit kunnen aanpassen. Dan moet ik waarschijnlijk naar de website van Starlink. Dat gaat natuurlijk net allemaal zo niet lukken. Even naar het andere internet. Zo blijven we maar een beetje doorpielen. Change location. Service address. Arlon. Camping officieel Arlon zit op Route de Bastogne. Kopieer, lak, bam. Update address. Gaat hij nu doen. Kijk. Nou jongens, we lopen gelijk tegen de beperking aan. Want ik kan het land niet updaten. Nou, dat is mooi. Dat wordt dan een hele korte verhouding met Starlink op dit moment. Dat betekent dat ze volgende week thuis zijn. Dat ik ga bellen met die service. En dan ga ik hem terugsturen. Of ze moeten nog een andere optie hebben. Dit is wel even een nieuwtje, hè? Had ik niet verwacht. Dit had ik echt niet verwacht. Die Amerikanen die kunnen dat natuurlijk omdat Amerika een heel groot land is. Potverdikkeme. Jammer. Nou jongens, daar staat de caravan. Daar staat de camper. We hebben heerlijk wraps gegeten. Ik heb er geen video van gemaakt deze keer. Ik heb wel mijn broek onder de zure zooi zitten. Afgewassen en alles. Nou, die Starlink lijkt een tegenvaller. Daar ga ik maandag maar eens even over bellen. Dat was het voor vandaag. Morgen door.